Welkom bij Healing Sound Movement Televisie. Mijn naam is John Konsemulder. Ik vind het een bijzondere dag vandaag, want we zijn in Haarlem en dat is niet mijn woonplaats. Maar we worden hier verwelkomd, moet ik zeggen, bij arts de heer Molenburg. En ik ken u natuurlijk al van de opname die we gemaakt hebben voor NVKP. En van de lezing die we opgenomen hebben in Bergen. Maar we gaan vandaag een interview doen en spreken over zijn werk. Over de toekomst van geneeskunde, het belang van gezondheid voor kinderen. Hoe we dat allemaal kunnen doen met preventieve geneeskunst. En misschien zijn dat geen vaccinaties en kan dat heel iets anders zijn. Zoals automoleculaire geneeskunde of homeopathie. Nozoden. We gaan het denk ik allemaal zo'n beetje de revue laten passeren. Dus welkom bij deze uitzending. En dus... Ja, ik moet normaal zeggen welkom de heer Molenburg, maar ik word nu welkom geheten in uw huis. Dank ja, u wel. Ga uw gang. Welkom hier. Nou, allereerst heel bijzonder om elkaar wederom op deze manier te spreken. Kunt u misschien voor de kijker die de andere uitzending nog niet gezien heeft of uw werk nog niet kennen, een beetje omschrijven hoe u als huisarts begonnen bent en het belang ook wanneer de omwenteling was dat u zag van ik zie ook een andere kant dan de reguliere geneeskunde. En ik wil daar toch wat meer aandacht aan geven. Ja, mijn begin als huisarts. En wanneer ik omgezwaaid ben. Ja. Nou, ik moet uw vraag omdraaien. Ja. Want toen ik begon te studeren, ik heb vanaf mijn zesde jaar heb ik arts willen worden. Ja. Anderen zeiden, ik wil graag bakker worden, want dan eet ik altijd krentenbrood. Dat was kinderen van zes jaar. Maar ik zei, nee, ik word arts. Ik weet niet waarom, maar dat zat erin gebakken. Ja. En ik heb dus in Leiden gestudeerd en had me daar geweldig veel van voorgesteld. En de eerste twee jaar, nou dan krijg je zo de basis, dan krijg je de levensverrichtingen van de mens en je krijgt de anatomie enzovoort. Dat was interessant. En je kreeg de eerste kennismaking met de mens. Weet u wat dat was? Dat was de snijzaal. Hmm. En dat vind ik zo typisch van de tegenwoordige medische studie, dat je begint met lijken. Ja, in plaats van leven. Ja, precies. Toen had ik al een onaangenaam gevoel dat ik denk, het klopt iets niet helemaal. Hmm. Dat zou andersom moeten. Maar ja, als je 21 jaar bent, dan formuleer je dat nog niet precies, maar ik had een niet prettig gevoel. Maar toen kregen we dus de opleiding tot doctoraal. Het was nog allemaal theoretisch, kreeg je alle ziektes moet je uit je hoofd leren. En dan had je ook alle ziektes. Hè? Je voelde overal de gezwellen zitten, bij wijze van spreken. Ja. Totdat je eindelijk had bereikt het moment dat iemand zei, waar zit de kanker bij jou vandaag? En dan was je er overheen. De kandidatenkwaal. Nou... En toen kregen we dus de co-assistentschappen. En vooral het co-assistentschap interne geneeskunde heeft mij een zware schok gegeven. Want daar zag ik al die stakkers van kankerpatiënten bed aan bed liggen. Ze werden geopereerd, ze werden bestraald. En er was één chemotherapie in die tijd. Dus ze werden ingespoten met stikstofmosterdgas. Dat was toen net begonnen. Dat was een vreselijke behandeling. Maar toch, de meeste van die mensen die gingen echt te gronden. En ik heb toen al gedacht, ja, er zit iets fout. Waarom al die mensen liggen hier dood te gaan? Dus daar kunnen wij kennelijk niks aan doen. Ja, het klinkt eerder als een stof die je in de biologische oorlogsvoering zou gebruiken dan bij genezing. Stikstofmosterdgas is het grote strijdgas geweest in de Eerste Wereldoorlog. Ja. Er zijn ontzettend veel, en dat werd in de aderen gespoten. Ja. En dat hielp alleen bij de ziekte van Hodgkin. De klierkanker. Ja. Dus toen al, dat was in 1951, hadden wij een clubje van een stuk of vier mensen. En die kwamen stiekem bij elkaar onder leiding van een huisarts, Walburg Smit, in Oostgeest. En die vertelde ons dat er ook nog andere manieren waren van kanker te behandelen. Mm. Hij was een antroposoof en hij vertelde ons over een middel Iscador en dat werd gemaakt uit misteltoe. En dat sprak mij veel meer aan. Ik denk, ja, een plant, ja, natuurlijk. En dan zei hij ook nog, ja, die plant dat is een parasiet. En een parasiet helpt voor een parasitaire ziekte en eigenlijk parasiteert een kanker op de persoon. Ik denk, ja, dat begreep ik beter. Dat is een logische koppeling. Ja. Dat begreep ik. Ja. Ja. En
Ja, we hebben het nooit aan onze professoren verteld wat wij daar stiekem aan het doen waren. De geheime wetenschap. Ja. Maar toen kwam ik in militaire dienst. En in militaire dienst, daar... ik heb me in de militaire dienst... ik vond het nogal een autoritaire zaak. En ik kwam nogal rebels de oorlog uit. Dus... dat beviel me niet zo heel erg. Ik heb me daar een beetje misdragen. Ja. En een vriend van mij ook, Ger. Wij waren altijd de aanstichters van allerlei rotzooi. Dus toen iedereen werd benoemd in verschillende afdelingen van de militaire dienst, kregen al die artsen, waar staat namelijk een artspeloton, die kregen allerlei rotbanen. Maar Ger Vogel en ik kregen hele eenvoudige banen waar we geen kwaad konden doen. Namelijk 1,5 uur werk per dag, allebei. Keuren van oorlogsvrijwilligers. Nou, er was geen oorlog en er waren weinig vrijwilligers. Dus maar dan kon je in ieder geval geen kattenkwaad uithalen. Ik kan geen kattenkwaad uithalen, maar ik had 1 van tijd. Ja. Dus heb ik met een vriend van me zitten praten. Ik zeg, ik heb 1 van tijd. Ik wil meer weten over de echte medicijnen. Toen zei hij, ga jij eens een kruidenstudie doen. Toen heb ik een paar boeken aangeschaft en toen heb ik 2 dikke boeken doorgewerkt van kruidengeneeskunde. En dan dacht ik, kan dat ook? Ja. Want wij hadden qua medicijnen alleen maar een pillencursus gekregen van 14 dagen. Hoe je pillen moest draaien, welke pillen je voor wat moest geven. En dat was het dan. De chemische, farmacologische ingreep. Ja, precies. Ja. Ik heb toen echt die 1,5 jaar militaire dienst hard gestudeerd door die kruidengeneeskunde. Daar een receptenboek van samengesteld. Was ontzettend leuk werk. En ik had het gevoel dat die kruiden vrienden van me waren, dat ik gewoon thuis kwam. En toen heb ik mij hier ook alweer, wat ook in die tijd absoluut niet de bedoeling was, vrij gevestigd als huisarts. Mm. Je hoorde voor heel veel geld de praktijk over te nemen, maar ik had geen geld. Ik ben hier gewoon gaan zitten. En toen net in die tijd was er een kruidenman, was geen arts, die weggejaagd uit Amsterdam, omdat ze daar joeg op iedereen die geen medische titel had. En toen vroegen ze daar in mij, want die kruidenzaak, die ik alles aangeschreven had, zou je geen spreekuur willen openen? Mm. Nou, dat doe ik. Toen heb ik een spreekuur geopend in Amsterdam. En toen heb ik een gigantische praktijk naar mij toe zien komen, die alleen maar door de handen van zo'n kruidenman kwam. Mm-hmm. Die verder van medicijnen geen toeten op blazen kon. Dus ik heb daar hele gekke dingen gezien. Ik heb daar open tuberculose gezien. Ik heb daar syfilis gezien die niet behandeld was. En die mensen die stuurde ik naar de ziekenhuizen toe. En ik zei, jullie moeten behandeld worden. Ik heb nogal wat levens kunnen redden. Dus daar heb ik ook het gevaar gezien van het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde. Mm-hmm. Maar een van de dingen die ik daar zag, dat er kwamen hopen mensen naar mij toe met allerlei kwalen. En daar kwamen ze niet goed vanaf in de huidige geneeskunde. En die behandel ik met dieet en met kruiden en met ze te praten. En er werden hopen mensen van beter. Ja, ongelooflijk. Er kwamen steeds meer mensen naar me toe. En dat bevruchtte deze praktijk ook weer. Dus ik had op een gegeven moment 2 praktijken die ik helemaal niet meer aan kon. Dat was in 5 jaar tijd. Zat ik helemaal vol. Wat ook al veelzeggend is op zich. Ja, ze stonden om 12:30 nog in de tuin tot aan het hek. En toen heb ik een assistente gekregen die ik kende van vroeger. Die was net verpleegster geworden. Dus mijn oude buurmeisje. En die kon goed organiseren. En die keek dat zo eens aan. En toen heb ik gezegd, Emily, kan jij mij hiermee helpen? Want ik word hier gek. Hè? Mm-hmm. Ik word overlopen van de mensen uit het hele land. Ook toen zo langzamerhand. En toen heeft zij die praktijk georganiseerd. Ik ben weggegaan uit Amsterdam, daar het spreekuur gesloten. En dit hier een afspraakspreekuur gehad. Ik was de eerste ook die een assistente had. En toen heb ik eigenlijk een vreselijke leuke praktijk gekregen. Ik kreeg inmiddels vrij actieve huispraktijk met heel veel jonge gezinnen. Ja. Daarom heb ik zo verschrikkelijk veel kinderen ook gezien. Ja. We deden onze bevallingen nog zelf in die tijd. Ja. Ik kwam hier op 15 april 1953 heb ik me hier gevestigd. En ik heb naast mijn gewone acute praktijk, waar je
alles gebruikte. Dus daar gebruikte hij ook natuurlijk de gewone farmacologie. Ja. Waar ik niks tegen heb. Je moet wel weten waar je moet gebruiken. De gewone pijnstilling en dat enzovoort enzovoort. Ja. Maar daarnaast ben ik met mijn kruidengeneeskunde doorgegaan. En ben ik verder gaan studeren in allerlei mogelijke richtingen van wat je nog meer kon doen. Dus van ortomoleculair tot homeopathie? Ja, precies. De woord ortomoleculair bestond toen nog niet. Precies. Dat is na de hand door Linus Pauling. Linus heeft dat gemaakt, dat woord. Homeopathie bestond wel. Ja. Daar heb ik ook nogal wat in gekeken. Maar ik ben geen homeopaat, omdat ik die geneesmiddelenbeelden zo moeilijk vind. Nee, ja. En toen heb ik eigenlijk al heel vroeg ben ik begonnen met kankerpatiënten naast hun operaties die ze dan kregen ook complementair te behandelen. Ja. En daar heb ik eigenlijk zulke ontzettende leuke dingen van gezien dat ik in 1971 een boek daarover geschreven heb. En dat is, daar stonden nogal wat verhalen van patiënten in. Dus ik kon dat niet onder mijn eigen naam aangeven. Want dan ging iedereen in de praktijk kijken. Goed, dat is zij en dat is hij. Ja. Dus ik heb een voorouder van mij genomen die de laatste pestepidemie in Friesland bedwongen heeft. Toussaint. En ik heb mij genoemd J.D. Toussaint. En heb onder dat eerste boek van mij uitgegeven. Dat is bij Paul Kluwer uitgekomen. Echt pseudoniem. Ja. Ja. En dat boek dat is meer dan 25 jaar op de markt gebleven. Ja. Dat heeft nog vele drukken gezien. Mm-hmm. En in die tijd ben ik ook lid geworden van een groep artsen. Onder leiding van Albert Ronhaar uit Drenthe. En die ging de Moerman-therapie bestuderen. Ja. En wij werden Moerman-artsen genoemd. Dus ik heb eigenlijk van de 54 jaar dat ik praktijk heb gedaan. Had ik een dubbele praktijk. Ik had ten eerste een vrij kleine, maar erg leuke huispraktijk. Met veel jonge gezinnen. En ik had een grote consultatieve praktijk waar mensen uit het hele land en ook het buitenland naar me toe kwamen. Ja. Onder andere voor kankerbehandeling. En dus als u zegt wanneer kwam de omslag kwam het jaar voordat ik, ja. ik vandaar u zegt, ik ga uw vraag omkeren. Nu is het helemaal helder. Ik had gelukkig hier een paar ontzettende aardige collega's, want de algemene artsen die vonden dat nog niet zo leuk wat ik deed. Dus ik kon niet in een waarneming komen. Maar er waren twee erg aardige collega's die er ook zo over dachten. Dat waren collega Elsega en collega Schreuder. En die werden mijn waarnemers. En we hadden met z'n drieën nogal vrij veel contact. En toen eigenlijk gebeurde er iets heel geks. Ik was in 1951 co-assistent op kindergeneeskunde. Ja. En tijdens dat co-assistentschap heb ik zeggen en spreken één kind met leukemie gezien. Eentje. Mm-hmm. Het was een Mongooltje, heel leuk jongetje, Petertje heette die. En dat was heel gek, dat kind was helderziend. Als je bij jezelf dacht, ik ga naar Petertje kijken, dan stond hij al op te wachten in de zaal, op zijn bedje. En als je dacht, ik ga naar een ander kind, dan zag je je niet. Ja. Mijn kind is natuurlijk dood gegaan, want elk kind ging toen aan leukemie dood. Mm-hmm. Maar precies 30 jaar later kwam mijn zoon, ik heb drie zonen die arts zijn, dit is mijn zoon die huisarts geworden is, die kwam op diezelfde afdeling. En ik zei tegen hem, een enige afdeling is het heel gevarieerd. En toen zei hij, ik zie alleen maar leukemie. Mm. Toen zeg ik, wat zeg je me daar? Dus het beeld was enorm gewijzigd. Ik dacht, jeetje nog aan toe, wat is hier gebeurd? Huh? Het was zo geleidelijk gegaan. Je hoorde het natuurlijk hier en daar, kinderen met leukemie. Maar het was zo geleidelijk gegaan dat ik het moest me echt met een schok bewust worden dat er iets met de kinderen aan de hand was. En toen heb ik me, ik kreeg ook steeds meer kinderen op spreekuur met chronische klachten. Je kan zeggen dat kinderen, toen ik jong was, waren meestal gezond en hadden één keer per half jaar of één keer per 9 maanden een kinderziekte en dan waren ze weer immuun. Hè. En ik kreeg steeds meer kinderen op spreekuur met chronische klachten. Hmm.
Of klachten die subchronisch waren, dus die kwamen elke keer weer terug en dan kregen ze weer allerlei antibiotica. Dus dat is ik heb het laatst van de laatste 20 jaar van mijn praktijk, ik heb op een gegeven moment in 81 mijn huispraktijk sterk afgebouwd. Want ik kon niet meer die consultatieve en de huispraktijk samen doen. En ongeveer 60% van mijn praktijk was kinderen onder de 12. Met chronische klachten. Ja. Er waren soms kinderen die jaren aan klachten hadden. En, heb je het dan ook al over klachten zoals neurodegeneratieve klachten die je normaal bij ouderen ziet, maar dan nu bij kinderen? Precies. Niet alleen dus chronische neuskeloor aandoeningen. Vroeger had je neuskeloor aandoeningen, dat ging dan weer over. Nee, chronische neuskeloor aandoeningen, veel astma, ontzettend veel eczemen. Maar ook, net wat u zegt, hele rare klachten. Kinderen die een veel te late spraakontwikkeling hadden, wat ik vroeger ook praktisch niet zag. Kinderen met allerlei autistische klachten. Kinderen die zomaar flauw vielen. Een hele reeks van neurologische klachten die je eigenlijk meer verwachtte bij inderdaad een leeftijd van voorbij de 60 jaar. Ja. Het was net of die kinderen allemaal en masse in hun weefsels ouder waren geworden. En ik heb me daar toen erg op toegelegd. En toen bleek dat je zelfs hele ernstige gevallen. Ik heb het 3 keer gemeten. 1 keer in de zomer, 1 keer in de winter en 1 keer samen met een collega, dat er toch 85% van die kinderen werd beter. Mm. En soms hadden ze al jarenlang gelopen overal. En daar was ik toch ontzettend blij mee. Wat je met tamelijk eenvoudige en niet giftige medicijnen en levensvoering kon doen aan kinderen die eigenlijk gehandicapt waren met al hun klachten. En wat waren de niet-reguliere behandelingen die u inzette met succes? Dat zal ik u vertellen. Ik heb dus gemerkt dat waar vroeger de infectieziekten was nummer 1, dus dat moest je ervoor behandelen, waren nu die chronische behandelingen nummer 1 en die chronische behandelingen, die waren nodig voor het ontgiften van de mensen. Dus want het milieu was zo ontzettend giftig geworden. Ja. Op alle mogelijke gebieden. Dat die kinderen die zaten vol met gif. Ja. En bovendien aten ze verkeerd. Zodat ze ook niet meer de vitaliteit hadden om zich te verweren tegen die vergiffen. En dan krijg je chronisch kwakkelende kinderen. Dus het allereerste wat ik deed was ten eerste zeggen, ik ga met jou helemaal doornemen wat je eet. Mm-hmm. Nou, en dan zie je wat. Ja. De kinderen uit de 90e jaren wisten helemaal niet dat je water ook kon drinken. Mm-hmm. Ja, dus dan drink je wel eens water, Pietje. Nee, kan het dan? Hè? Nee, ik drink al een frisdrank. Dus, wat de televisie zei, die liet je ook duidelijk merken. Of Coca-Cola Light met aspartaan. Ja, precies. Ja. Dus ten eerste zorgen dat er geen gif binnenkwam. Ten tweede ontgiften, en dat deden ze onder andere door veel zuiver water te drinken. En soms gaf ik ook koffieklisma's en zo. Nee, geen koffieklisma's bij kinderen. En gaf ik af en toe, als het heel erg was, in het begin een beetje kamilleklisma's. Ja, okay, dat geeft een geweldige zuivering. Dus ontgiften, veel meer bewegen. Ja. Want ik heb 13 kleinkinderen en het viel mij op, en het viel me ook bij andere kinderen op. Dat vroeger waren die kinderen altijd aan het rotzooien en het ravotten en het daar buiten spelen. En nou een groot gedeelte van de tijd zitten ze zo te gamen en beweegt alleen die vinger. En dat wordt steeds erger. Dat is natuurlijk niet zo goed voor de bloedsomloop. Nee, en ook voor de sensormotorische ontwikkeling, cognitief voor kinderen, precies. Weten wij dat ze beweging nodig hebben om dat te activeren. Ja. Alleen de fysiologie, zeg maar. En die kinderen inderdaad, een groot gedeelte van wat ze vroeger deden met rotzooien en zo hadden. In mijn jeugd. De jongens die hadden eigenlijk altijd kapotte knieën. Ja. Dat ze altijd maar die pleisters op die knieën, want dan was je weer gevallen. Nu zijn de knieën goed, maar is de rest heel vaak kapot. Ja. En dat is toch een omgekeerd beeld. Ja. Precies. Dus, en verder heb ik dus gemerkt dat er een groot aantal kruidengeneeskundige middelen of andere heel eenvoudige middelen zijn
die van plantaardig of minerale oorsprong zijn en die schoon zijn. En die absoluut geen bijverschijnselen kregen. Wij hangen tegenwoordig van pillen van me af. En dan wordt daar soms een beetje lacherig om gedaan. En soms bewust door de industrie die daardoor minder geld verdient. Dus dat snappen wij natuurlijk ook van die kant. Maar ook door de gemiddelde burger die niet begrijpt waarom het zo waardevol is. Maar toen ik als neuropsycholoog me meer ging verdiepen in inderdaad wat kruid eigenlijk is. En wat een vitamine en mineraal is. Ja. Toen zag ik dat het alle enzymatische processen aanstuurt. Ja. Alle biochemische acties. En alle neurotransmitters erdoor geproduceerd worden op basis van aminozuren. Toen dacht ik, ja, maar als dus alles wat tussen onze oren zit, letterlijk en figuurlijk, namelijk ons brein en het immuunsysteem, het hormonale systeem, als dat allemaal werkt met biochemische acties en die weer worden aangestuurd door enzymatische processen en die hebben weer voeding nodig, dan is het toch simpel dat we met voeding moeten beginnen en kruiden. Het is zo eenvoudig, dan moet je een heel eenvoudig voorbeeld noemen. De zink speelt een rol in de enzymen die bij de innerlijke ademhaling betrokken zijn. Dat bedoel daar waar de zuurstof overgaat op de cellen en daar verbrand wordt. Ja. Die zink, er is door de rare bemesting die we tegenwoordig hebben van de landerijen, er is minder zink in de omgeving. Ja. Het is heel eenvoudig als je dan zo'n kind hebt. En dan kijk je even naar de handen en dan zitten er kleine witte vlekjes op de nagels. En dan zeg je, en vooral jongetjes hebben meer zink nodig dan meisjes. En dan zeg je, oh, wacht maar even, ik begrijp waarom hij zo landerig is. Een beetje zink nodig. En dan gaf ik zo'n 25 milligram zink. En dan zag je zo'n kind meteen opveren. Ja. Dus het waren zulke eenvoudige dingen eigenlijk. Ja. En waar ik ongelooflijk veel mee aan gehad heb, dat zijn de nozoden. Ja. Het is namelijk zo, en dat heb ik ook zien komen. Ik zou zeggen, toen ik klein was en ook nog op het moment dat ik met de praktijk begon, 53, even daarvoor, werd er één eind ingegeven. En dat was de Koepok. Ja. Op een gegeven moment hadden we in Europa duizenden kinderen die ziek werden en ernstig ziek van de Koepok-enting. Want dat kon die hersenontsteking geven. Ja. En geen pokken meer, een hele bizarre situatie. Ja. Toen hebben we na de oorlog zijn ze difterie gaan geven. Dus op het moment dat die difterie bijna niet meer was, toen hebben zij ze de difterie gaan geven. En toen heb ik, en dat is een heel gekke ontwikkeling, elke keer deden ze er wat bij. Toen gaven ze de difterie alleen met zo ongeveer het zesde jaar, als de kinderen naar de lagere school gingen. Mm-hmm. Toen ging die difterie die vertrok naar het tweede jaar en toen hadden ze erbij gedaan tetanus en kinkhoest. Dat was een gemene enting, die kinkhoest. Toen werd er een aantal jaren later de polio bij ingevoegd, daar had je er 4 in 1. Toen hebben ze een hele kwalijke zaak gedaan. Toen hebben ze die zaak eerst naar de 8e, 9e en 10e maand gedaan. En hebben ze plotseling verplaatst eerst naar 3 maanden. En op het ogenblik met 6 weken krijgen de kinderen binnen een vaccin wat uit 7 verschillende giftige schimmen bestaat. Een echte giftige cocktail. Dat is, en als je rekent dat die kinderen die hebben nog geen goede weerstand in hun hersenen. Die hersenen zijn nog onrijp. Ze hebben nog niet een rijp immuunsysteem. En dat moeten ze wegdouwen in hun weefsels. En de breinbarrières zijn niet goed ontwikkeld. Nee, de detoxificatiesystemen, de enzymen zijn er nog niet voor. Als het RIVM op het ogenblik, naar ik net hoorde, een folder heeft uitgegeven waarin staat dat er vaccins niet ziek kunnen maken. Dan zeg ik bij mezelf, wat heb ik dan die 25 jaar allemaal gezien? Geen suggestie in ieder geval. Nee. En dan zeg je, nou ja, maar dat was wat anders. Hè? Nee. Dat was wat anders. Nou, nee, dat was niet wat anders, want hoe wisten we dat? Ja. Dan kun je dus ook niet spreken over een incident. Dat was één casus, want u hebt het systematisch kunnen zien. Ik heb er in mijn nieuwe boek wat uitkomt, over 2 weken heb ik 70 gevallen genoemd, waarvan velen ook door die vaccinaties mede ziek werden. Vaccinatie is natuurlijk niet het enige. Nee. Maar dat is dus een hele vreemde zaak. Die gigantische toename van die gifstoffen die kinderen daar via vaccinaties binnenkrijgen. En daar zaten dan ook nog supplementen bij. Dus bijvoorbeeld aluminium. Nou, aluminium is een typisch hersenvergif.
Tegelijkertijd zag je een ontploffing van allerlei moeilijkheden op scholen. De ADHD, die is echt ontploft. En er zijn een aantal onderzoekers die menen dat er een direct verband is tussen de vroege vaccinaties en de ADHD. Mm. Maar ja, dat ligt zoveel later. Hè? Dat is verrekte moeilijk te bewijzen. Je kan het op één manier bewijzen. Mm. En dat is het volgende. Ik had een collega, ik moet helaas zeggen had, dat was Tine Smits. Ja. Tine Smits was een ongelooflijk knappe vent. En die heeft een serie, zogenaamde nozoden, bedacht. Nozoden, dat kennen we natuurlijk allemaal uit de homeopathie. Ja. Maar je neemt dus zo'n vaccin. Dat vaccin dat verdun je, homeopathisch. Dus trapsgewijze verdun je dat steeds verder. Ja. En hij heeft dus gezegd, ik ga met de volgende. Een enkelvoudige verdunning, bijvoorbeeld een D200 keer verdund, dat deed het niet voldoende, want de klachten kwamen weer terug. Mm-hmm. Toen heeft hij een reeks gevonden en die reeks heet 300K, 30K, 200K, MK, dat is 1000K, 10 mK, dat zijn waanzinnig hoge potenties, zoals je dat noemt. De mate van verdunning en schudden. Hè? Ja, precies. Ja. En wat ik daarvan gezien heb, die kinderen die soms jaren ziek waren en dan gaf je deze reeks. En dan vaak werden ze eerst verschrikkelijk ziek. Ja. De healing crisis. Precies, de eerstverergering van de homeopathie. Die kinderen die begonnen te spugen of kregen koorts of die kregen ongelooflijk veel slijm, kwam er naar buiten. En dan draaiden ze al eigenlijk in een paar weken tijd als een blad aan een boom om. En dan had je eindelijk een gezond kind. Mm. En zeg je, ik heb dus een kind wat ik niet beter kon krijgen met mijn dieet en met mijn eenvoudige middelen en met mijn ontgifting. Wat wel wat beter is geworden, maar niet beter. En nou geef ik op een gegeven moment die ontgifting van die vaccinaties. En dan zie ik een kind, niet één kind, maar het ene kind voor het andere na, zie ik opbloeien en blijvend genezen. Mm. En dan kan ik wel zeggen, ja, maar dat kan daar niet doorkomen. Nee. Maar dat vind ik niet helemaal sportief. Zeker niet als het systematisch gebeurt en als nee. Het beeld consistent is. Ja, ja, precies. Maar het is interessant, want dat houdt dus niet alleen in dat homeopathie per definitie zeer effectief is en blijkbaar heel veilig ook. Ja. En kostenbesparend, mag ik ook wel even zeggen. Enorm. Als wij de bereidwilligheid hebben om het zorgsysteem de kosten te drukken, dan moeten we dit maar gaan implementeren wereldwijd, denk ik dan. Maar dat er blijkbaar ook wat te ontstoren valt. En dat vaccins dus per definitie schadelijke ingrediënten bevatten, want anders zou je dat beeld niet kunnen ontstoren. Nee, precies. Precies. Ja. Ik ben blij dat u dit zo zegt, want je slaat twee vliegen in één klap. Precies. Ja, ja. En als dan een minister van Volksgezondheid hogevorst. Ja, kijk eens, wij hebben tegenwoordig ministers van Volksgezondheid. Die hebben net zoveel verstand van volksgezondheid als een Eskimo van de kamelenverkoper. Dat is werkelijk verschrikkelijk. Maar goed, dat zijn allemaal politieke benoemingen. Maar die heeft het bestaan. Ik heb het zelf gezien voor de televisie. Dat gezegd, och, iedereen weet dat het maar een beetje water is. Mm. Dan denk ik, man, ja. Hoe kan je? Net als 30 jaar lang heeft men in de DKTP-enting in het vaccin kwik gestopt. Ja, thiomersal. En dat is een van de gevaarlijkste en ernstigste giffen, een enzymvergif, wat ook op de hersenen inwerkt. Dat is een verschrikkelijke rotzooi. Hè? En een heel klein beetje doet het al, en zeker bij kleine kinderen. Ja. En dan komt minister Klink, hè? Ook zo'n licht, hè? Ja. Die komt dan aanzetten en daar hoor ik een verslaggever zeggen, minister, is het waar dat in die DKTP en die het was met de Mexicaanse griep. Ja. Dat in de Mexicaanse griepenting, dat daar kwik zit. Och ja meneer, maar het is maar zo'n beetje. Ja. Zo'n beetje. Dus een man die heeft uitgerekend hoe klein beetje dat was. Dat was 5 atomen kwik voor elke cel in het lichaam. Zo'n klein beetje was dat. Maar als Klink natuurlijk socioloog, dus die denkt in grote beetjes. En klinkklare onzin heb ik hem vaker horen vertellen, moet ik eerlijk zeggen. Ik ken het nog niet. Dus, Nee, maar ik krijg dan een soort plaatsvervangende schaamte. Ja, absoluut. Als ik denk, mensen, toe nou, hè, je hebt genoeg mensen die je kunnen voorlichten. Hè, je staat hoog in de regering.
Wat beschamend is het. Maar het is een levensgevaarlijke plaatsvervangende schaamte. Ja, het gaat wel om onze gezondheid. Ja, en die van onze kinderen en de volgende generaties. Want precies. Dan denk ik, die mutagene veranderingen op de schadelijke effecten op het DNA, dat geeft voor de volgende generatie een hogere gevoeligheid om allerlei ernstige chronische ziektes te krijgen. En dan op het ogenblik wat er met de homeopathie gebeurt. Het is die homeopathie, daar heb ik. Ik heb een paar homeopathische vrienden. Mijn vriend Hornstra is er één van. Nou, wat ik die heb zien doen met eenvoudige homeopathische middelen, sta je stijl van achterover. Die homeopathie die werkt, dat is gewoon duidelijk. En die werkte ook al voor de farmacologische interventie kwam. Want die was gaande rond 1850, 1880. Voor het Flexner-rapport van 1910 was er niks anders dan. Daarom, en als ik dan nu zie dat er niet meer op de flesjes mag staan of op de verpakkingen waarvoor het helpt, het is niet bewezen, dan denk ik bij mezelf, wat ik hier meemaak is gewoon pesterij. Ja. Dat is niks anders dan pesten. Ja. Als je rekent, het VSM, de VSM-farmacopie, de farmacopée, dat was zo'n dik boek. Ja. En daar stonden alle homeopathische middelen in die je krijgen kon. Een dikke pil, letterlijk en figuurlijk. Ja, zo'n dik telefoonboek. Ja. Ja. En toen kwam de wet dat ze het moest voor elk middel moesten bewijzen dat het hielp. En dat mocht alleen volgens een bewijs wat voor die homeopathie niet geldt. Nee. Want dit moet je anders bewijzen. Ja. En binnen het jaar was hij tot zover geslonken. Ja. Een dun klappertje. Kijk eens. Artsen zijn niet voor, die echt willen, die zijn niet voor één gat te vangen. Mm. En die krijgen het dan wel uit het buitenland. Mm. Maar het is duurder en moeilijker voor de patiënten. Ja. En bovendien, de zaken die het verkopen, die hebben nu ook veel meer allemaal uit te leggen aan patiënten. Zeggen, ja, ik heb zo'n last. Hebben jullie nou niet iets voor hoofdpijn? Vroeger, een ander voorbeeld. Dus ik heb u verteld dat ik dol ben op kruiden. Mm. En ik stelde zelf altijd mijn kruidentheeën samen. Sinds een jaar of vier is dat verboden. Ik mag niet meer mijn eigen kruidenthee voorstellen. Je mag alleen maar patent kruidenmengsels gebruiken en anders niks. En dan denken dat we recht op vrije meningsuiting in een democratie leven, maar daarom. En het is heel eenvoudig, want dan neem je gewoon 10 zakjes met kruiden en laat je patiënten zelf mengen. Mm. Maar het is gewoon pesterij. Ja. U heeft dus van een verschuiving naar een centrale rol naar infectieziektes benaderen en ineffectieve en potentieel levensgevaarlijke vaccins daarvoor inzetten, laten we het even zo zeggen. Heeft u gezien dat er meer een toxicologische besmetting plaatsvond wereldwijd in het interne milieu en het externe milieu? En dat wat vroeger al ingezet, niet alleen de vaccins, maar ook de besmetting in voeding werd vroeger gebruikt. Dus we zien bij kinderen een verschuiving alsof zich gedragen, gedragsmatig, cognitief en ik denk ook de hele intellectuele kant en de fysiologische kant is als ware alsof ze al zieker werden. Ze gedroegen zich als ouderen die in de laatste fase van het leven zaten. Dus dat lijkt me duidelijk, dat we de toxicologische kant, die gifkraan moet dicht en de gezondheidskraan moet open. Maar is er ook iets waarvan u als arts gezien heeft, zowel van de reguliere kant kijkend en de alternatieve complementaire kant, en het liefst zou ik een integratieve geneeskunde natuurlijk willen, waarbij het samenwerkt, waarbij u zegt, dit is volgens mij, John, de gemene deler van de meeste ziektes. Is dat bijvoorbeeld vrije radicalen of is dat een verstoord immuunsysteem of het zelfgenezend vermogen? Wat maakt dat wij soms, als we gezond zijn, dat micro-organismen met ons meewerken? En wat maakt dat als wij al ziek zijn en vatbaar gemaakt zijn, hè, door die vergiftiging die plaatsvindt, dat de micro-organismen ons eerder helpen om te sterven, om het zo maar te zeggen? Wat is er een centrale gemene deler, en ik bedoel niet gemeen, maar gemene deler, die onderliggend is aan heel veel ziektes? Ja. Ja, die is er zeker. Maar nu moet ik een woord gaan gebruiken wat niet voorkomt in de medische opleiding. Mm-hmm. Ten eerste is er een woord wat ik in de 7 jaar dat ik medische opleiding heb gedaan niet 1 keer heb horen gebruiken, het woord gezondheid. Ja. Heel gek. Gezondheid is de enige ware vorm van immuniteit. Ja, ja, wij zijn dus ziektekundigen. Ja. Je werd afgeleverd als ziektekundige. We kenden de meest gekke ziekten. En ik heb toen 1,5 jaar in militaire dienst gezeten voor die oorlogsvrijwilligers. Nou, dat waren alleen maar gezonde jonge mannen. En, ja. En toen aan het eind van die, dat ik 1,5 jaar deze mannen gekeurd had, toen dacht ik, verrek, ik heb voor het eerst van mijn leven 1,5 jaar gezonde mensen gezien. Nu weet ik hoe ze eruit zien. En de levensconforme geneeskunst die erbij hoort. Ja. Precies. Ja. Dus dat is heel gek. Maar als in dat woord gezondheid, daar zit al het antwoord op uw vraag. Mm-hmm.
want daar zit het woord zon in. En het is dus zo dat de zon die straalt licht naar de aarde. Dat licht dat komt in het groene blad van de plant terecht. Daar in die plant zit een bepaald molecuul dat heet chlorofiel. Ja. Die chlorofiel die vangt dat licht in. Die mengt dat licht met CO2, wat op het ogenblik altijd maar zwart gemaakt wordt, plus water. En dan worden die drie componenten die worden samengesmolten tot een eenvoudige suiker. Dan worden er door de plant mineralen opgepompt uit de grond. En daar worden ingewikkelde moleculen van gemaakt. Dan krijg je koolhydraten, vetten, eiwitten, vitamine, enzymen enzovoort. Ja. Al deze delen van de groene plant, wanneer die goed bemest is en geen pesticiden heeft gekregen, die zitten dus boordevol licht. En het grappige is, er is destijds, ik meen dat dat in Rusland is uitgevonden, een fotografie uitgevonden, die heet de Kirlian-fotografie. Ja. En dan kan je dat licht ook zien. Ja. Dan zie je zo'n groen blad en dat spat licht. Tegenwoordig hebben we trouwens een GDV van professor Korotkov, die heb ik ook gefilmd in Rusland. Ja. Hele informatiegeneeskunde, waar we ook een tv-special over doen. En dan zie je het real-time, zie je de verandering ook heel. Dan zie je real-time Kirlian-bewegingen. Een levende organisme. En het gek is dan ook dat als je een paar dagen wacht, dan zie je het licht verdwijnen uit de plant. Ja, dus dan weet je ook zeker dat je met een echt fenomeen te maken hebt. Je ziet als het ware de ware cellulaire communicatie en regulatie. Ja, precies. Want die is eigenlijk niet biochemisch, maar eerder bio-elektromagnetisch en de biochemie volgt. En die fotonen, die doen twee dingen. Ten eerste geven ze aan het lichaam directe goede energie, vitaliteit, waardoor de mens sprankelt van vitaliteit. Je herkent met één iemand die een goede vitaliteit heeft. Ja. Als een man met een goede vitaliteit ergens een kamer binnenkomt, dan zie je hem na 5 minuten met een hele hoop dames om zich heen staan. Ja. Want die man heeft seksappeal. Want hij straalt letterlijk en figuurlijk. Ja, precies. En omgekeerd, wat de dames betreft, natuurlijk precies hetzelfde. Sommige dames zijn helemaal niet zo mooi, maar de mannen die klitten eraan vast. De fotonen spatten er vanaf. Vitaal zijn die wijven. Jullie man voelt zich al helemaal opgeleid als hij welke in de buurt is. Dus dat is die vitaliteit. Dus die fotonen die geven ten eerste energie, die geven vitaliteit. En ten tweede, en dat is onder andere mooi in die proeven van Emoto, die kristalproef heeft gedaan, kan je dat zien. Die geeft nog iets anders, die geeft namelijk structuur. Ja. Wij hebben onze structuur aan het licht te danken. Dat zie je bijvoorbeeld heel goed. Als je, laten we zeggen, ik neem een aardappel, die plant ik ergens buiten in een veld. En dan heb ik na een half jaar heb ik een prachtige, mooi gevormde aardappelplant. Ik neem een andere aardappel, zijn broertje, en die leg ik in het kelder met alleen daar een mistig raampje. Krijg bijna geen licht, die spruit ook uit. Maar die maakt een paar hele bleke, ongevormde slierten en die kruipen als het ware wanhopig naar dat raampje toe. Ja. Daar zie je dus dat structuur en vitaliteit worden in de mens van buitenaf gebracht en de dragers daarvan, het zijn niet de fotonen zelf, maar de fotonen zijn de dragers van deze eigenschappen. En deze lichtkwaliteit die door het licht werd doorgegeven, die heette vroeger het vijfde element. Want je had vroeger het aarde, het water, lucht en vuur. Het vuur wat is alles wat wij stralend noemen en warmte. Dat is nog niet het leven zelf. Het is tegenwoordig denken allerlei wetenschappers dat ze door op een bepaalde manier chemische reacties zo te veranderen, dat die iets heel speciaals gaan doen, dat ze zelf het leven kunnen maken. Mm-hmm. Dat is ten ene male onmogelijk. Het is nog steeds een reductionistische alchemie, want je hebt de ether en de quintessens nodig. Ja, precies. De quintessens. Vijfde element. Vijfde essentie. Daar gaat het om. Die wordt van bovenaf geschonken. Die komt vanuit de zon en eventueel vanuit de sterrenwijs. Mooi dat zien, ik wil het toch even zeggen. Eigenlijk zegt u zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten, de hermetische filosofie. Want u heeft het letterlijk over boven de zon en onder de vruchtbare, als het een vruchtbare bodem is, zonder pesticiden, herbiciden en dat soort dingen. De vruchtbare, en die verbintenis in de plant geeft die elektromagnetische alchemie waarbij fotonen worden gecreëerd en als drager voor weer biochemische bevruchting mogen dienen. Ja,
Prachtig. Ja, dat is, ja. Dat is iets heel moois. En het gekke is dat dit vijfde element, dat wordt door alle grote beschavingen erkend. Ja. Het heet in China heet het qi. Ik denk niet dat het van Chinees afkomt, maar prana in India. Ja. Paracelsus noemde het de vis medicatrix naturae. De psychiater Reich heeft die energie ook weer gevonden. Die noemt het orgon. Ja. Ze hebben allemaal namen, maar ze boelen allemaal datzelfde. Er is een vijfde element. En als dat element voldoende aanwezig is, dan hebben de mensen een grote kans dat ze die gifstromen van ze afwerken. Maar dat element gaat verloren. En hoe komt het dat we nu zo ontzettend weinig van die fotonen hebben? Er zijn een paar redenen voor. De ene reden is dat wij, en dat is heel opvallend voor iemand van mijn leeftijd, wij tegenwoordig een eigenlijk voortdurende, heel hoog hangende sluier hebben in de lucht. Mm. Ja? De hoeveelheid licht die naar beneden komt en onze aarde bereikt, die is veel minder dan vroeger. Ze merken dat bijvoorbeeld in Californië, waar de opbrengst van de zonnepanelen, die is ongelooflijk 10-15% minder geworden de laatste 10 jaar. Ik weet niet of je die chemtrails wel eens gezien hebt. Ja. Je hebt twee soorten trails achter de vliegtuig. Een vliegtuig heeft zo'n staartje achter zich aan en dan verdwijnt dat weer na een paar minuten. Maar je hebt ook die ze uitwaaieren en op een gegeven moment wordt die hele lucht melkwit. En die heel systematisch in grids worden geplaatst. Dus dat zijn onnatuurlijke vormen van. Het zijn hele rare dingen en die wij dus ten eerste komt het licht minder naar de aarde. Maar ten tweede gebeurt er het volgende. Want als dat licht in die plant is opgevangen, dan wordt het bijvoorbeeld door iemand gekookt. Nou, op het moment dat je het kookt, dan gaat al een hele hoop van de fotonen gaan er verloren. Ja. Of het wordt tot melkpoeier gemaakt, daar zit er niks meer in. Ja. Of het wordt door een varken opgegeten. Nou, dat varken dat heeft een hele hoop licht voor zichzelf nodig, want het is een lichtarm beest, omdat hij aan het eind van de voedselketen zit. En bovendien wordt dat dan nog weer gebraden en gebakken, dus varkensvlees zit praktisch niks meer in. Nee. Varkensvlees maakt avitaal. Maar een van de ergste dingen die avitaal maakt, dat is dat de grote supermarkten, ze moeten wel economisch, die hebben allemaal producten met een lange plankenwaarde. Ja, daar gaat de verse fotonen uitstralen. Precies. Dat is, en dat niet lokaal, niet seizoensgebonden? Nee. Ik herinner me, ik ben nu 88 en ik herinner me heel goed, wij vader vroeger, ik woonde in Zandpoort, daar hadden we een dorpswinkeltje en daar stond zo'n gezellige juffrouw van de jaren 55 die iedereen kende en iedereen kwam in dat winkeltje en die kreeg 's morgens van het land, kreeg ze de groenten en de aardappels en de verse melk en die werd dan verkocht. Dus zo van het land naar de mond zonder dat het vergiftigd was. Ja. En tegenwoordig, weken blijft het op de plank liggen en blijft het goed. Maar er zit geen vitaliteit meer in. Nee, niet wel alle minder vitaliteit en minder voedingswaarde, maar wel allemaal extra toxische stoffen. Precies. E-nummers die goed gekeurd zijn, maar daarmee niet bewezen veilig. Ja, en die allemaal synergistische en cumulatieve effecten hebben met al die andere toxische stoffen in. Dus dat is, als u zegt, is er één centraal ding wat die zaak samenvat, wat er nou aan de gang is, dan zeg ik, als ik het gewoon op z'n jangboeren fluitje zeg, vitaliteitsgebrek. En als ik het een beetje technisch zeg, fotonengebrek. Dus eigenlijk hebben we levensenergie uitgefilterd in de wereld. Ja, exact. Systematisch. Ja. En daar hoort de industrie, de belangen van de industrie ook bij. Maar er hoort ook bij wat gewoon in de wereld gebeurt qua omgevingsvariabelen en invloed daarop. Ja, ongelooflijk. Ik heb er heel veel over nagedacht. Hoe meer ik erover nagedacht, is het dit punt een van de naarste dingen is waar we mee te maken hebben. Onze kinderen kunnen de gifstroom niet meer aan omdat hun vitaliteit tekortschiet. Ja, want we hebben meer toxicologische besmetting, maar we hebben ook een lagere vitaliteitswaarde, dus een lagere weerbaarheid. Ja.
En daarom, ik heb bepaalde, ik zei, we hadden het er straks al even over, het net is of je tegenwoordig bij de kinderen allerlei ziekten zit die zie die je vroeger bij oudere mensen zag. Ja. En daar ben ik me zo in de 90 jaren van bewust geworden. Denk ik, goed, het is net alsof of die kinderen, ze zien eruit als kinderen, maar ze, of ze weefsels hebben van oudere mensen. Mm. En ik ben toen op een gegeven moment in aanraking gekomen met een methode om onder andere vitaliteit te meten van professor Vincent uit Parijs. En het was een van de eerste die een grote computer had. En daar kon je dus zien dat mensen horen een bepaalde vitaliteit te hebben die bij hun leeftijd hoort. Ja. Dus bij je 20ste jaar, dan heb je de optimale vitaliteit en daarna gaat het langzaam terug tot je bij je 90ste heb je nog maar 5% van je oorspronkelijke vitaliteit over. Ja, dan kun je qua correlatie gewoon een lat opleggen. Ja, precies. Dus ja. Dat ligt zo. En ja. Dan had je dan maakte hij een grafiek en in die grafiek, dat was een vierkant. Mm-hmm. En dan zag je, als dat vierkant helemaal gevuld was, dan had die mens van 20, 30 of 40 jaar de optimale hoeveelheid energie die hoort bij 20, 30 of 40 jaar. Zoals we die ooit kenden. Ja, precies. Ja. Het viel mij op, en dat heb ik met grote schrik opgemerkt, dat ik zeer veel mensen van zag van 18, 29 en 21 jaar, die leeftijden, die de energie hoorden, hadden, die hoorden bij de leeftijd van 60, 70 en 80 jaar. En dan als bijvoorbeeld een meisje, we zijn vaak meisjes, met een chronisch vermoeidheidssyndroom bij mij kwam. Mm. Ik heb het chronisch vermoeidheidssyndroom zien komen, ongeveer 40 jaar geleden. Toen plotseling was er één meisje, die was allemaal moe en ik wist niet wat ze had. Ik kende dat niet. Mm. En er zijn er toen veel meer gekomen en uiteindelijk is dat een volksziekte geworden. Maar als je daar zo'n vierkant van maakt, dan zie je dat nog maar zo'n heel klein vierkantje is gevuld en de rest is leeg. Ze zijn inderdaad vrouwtjes van 80 en 90 jaar. Ja. Gelukkig is dat ondraaibaar. En dat is ook zo leuk als je dan die proeven deed. En je ontgifte die mensen en je gaf ze vitaal voedsel en je liet ze veel bewegen. En ik had een apparaat waarbij ik fotonen kon toevoegen en waar ik licht kon toevoegen. En dan zag je langzaam maar zeker die leeftijd teruglopen. Dan kwamen de kalenderleeftijd die ze ver achter zich gelaten had en die oude leeftijd die ze nu had, die ging langzaam teruglopen. En dat was een heel bijzonder moment dat ze elkaar op een gegeven moment ontmoeten en dan zeggen, nu ben je er weer. Ja. En dat zag je dan ook gebeuren aan die mensen, dat ze hun vitaliteit weer terug hadden. Ja, dus dat is het hoopvolle van dit verhaal. Het is allemaal wel te herstellen. Zijn er nu artsen, reguliere artsen, die net als u denken, voelen en willen denken, net zoals de heer Van der Linden bijvoorbeeld of Koos Beunke, die we ook geïnterviewd hebben en tv-special mee hebben gedaan gisteren nog. Zijn er meer artsen die wel zouden willen, maar die de spagaat voelen van het tuchtrecht en de behandelrichtlijnen en gewoon simpelweg de beslissing niet durven nemen om veel meer natuurlijke geneeswijzen of homeopathische principes toe te passen in hun praktijk? Hoe ligt die situatie reëel voor de meeste artsen? Ik ken nogal wat jongere artsen die zeer openstaan voor deze methode, maar die ook zien wat er gebeurt als je er tegenin gaat. Mm-hmm. Die tegenwoordig, vroeger had ik een heel vrij beroep. Je was in je eentje en dan deed je alles, of samen met een assistente. Tegenwoordig zijn het allemaal maatschappen. Ja. En dat is vaak van een paar oudere artsen, wat jongere artsen. En die jongere artsen, die kijken wel uit om dit soort dingen te gaan doen. Want ze zeggen, ja, maar die nonsens die willen we hier niet hebben. Hoor. Die jongen heeft een huis gekocht, die heeft een jong gezin. Hij ziet bovendien, als ik even zo'n Tine Smits neem, die in de krant waarschuwde, zei we gaan de verkeerde kant op met de vaccinaties, wat gebeurde er? Die werd meteen heftig aangevallen door de inspecteur van de volksgezondheid, want dat mocht hij niet. Mm-hmm. Ik ben zelf tegen de fluoridering ingegaan en ik werd meteen geroepen bij de inspecteur van de volksgezondheid. Ik zie me daar nog komen. Ik had een stukje de krant geschreven toen ze hier wilde gaan fluorideren in Haarlem. En toen heb ik gezegd, denk erom, dit is enzymvergif. Je moet veel meer onderzoek doen. Ik vertrouw dit niet. Er zijn slechte verhalen uit de Verenigde Staten. Doe dat niet. En toen heb ik op het eind geschreven,
ik zou wel eens willen weten hoe de kankerstatistiek eruit ziet wanneer wij 5 jaar gefluorideerd zijn. Mm-hmm. Enige zin. Na de hand bleek gelijk te hebben, want als je een streek fluorideert, krijg je 10% meer kankersterfte. Ja. Maar dat wist ik toen niet. Het was alleen maar een idee van me. Ja. Ik ben met één door de inspecteur van de volksgezondheid geroepen. En die zei, collega, wat heb u daar gedaan? Dat artikel drankje van de gemeenteraad. Ik zeg, ik heb mijn ongerustheid uitgesproken. Mm-hmm. Ja, maar dat mag u niet. Ja. Ik zeg, oh nee. Hij zegt, nee, ik verbied u dat. Want u maakt de bevolking onrustig. Ik zeg, dat is juist mijn bedoeling. Ja, misschien wel nee, terecht. Ik moet u hier echt opleggen dat u dat niet doet. En ik zat hier aan te kijken. Vond eigenlijk helemaal geen nare man. Maar ik keek een beetje benauwd. Ik zeg, dat moet u. Ik zeg, ja. Ik zeg, verrek, niet geloven waarschijnlijk. Ik zeg, verrek, u hebt opdracht gekregen uit Den Haag om mij ter verantwoording te roepen. Mm-hmm. En toen moest hij dat toegeven. En toen dacht ik, als dit uit Den Haag komt en dit centraal geregeld wordt, dat wij geïntimideerd worden, dan zal ik jullie. Hè? Mm-hmm. En toen ben ik uitgegroeid tot het hoofd van antifluidering. En toen ontstond de strijdbaarheid. Ja. Kijk eens, ik heb een Friese grootvader. Dus dat soort geintjes moet je bij mij niet uithalen. En ik ben achteraf... Dat was olie op het vuur. Ja, ik ben achteraf erg blij, want ze hebben nu in 32 onafhankelijke studies, zijn in China begonnen, ontdekt, ja, dat als je een streek fluorideert, dat het IQ... dus de intelligentie van de kinderen, belangrijk terugloopt. Ja. Dus fluoridering maakt dommer. We weten ook waarom, omdat het interfereert met de informatiestroom in de hersenen. Ja. Door het aanpakken van het enzym choline-esterase. En dan zegt men weer dat tussen de oren zit. En helaas heeft men gelijk, maar we weten niet. Dat komt omdat daar toevallig een brein zit, wat verstoord wordt. Zit er letterlijk. Maar ik laat u al mijn eigen voorbeeld en dat van Tienes zien. Mm. Dat als je ingaat tegen... Ik zou zeggen, de steeds totalitairder wordende eisen van de medische stand, mm-hmm, dan ben je nog niet erg. Ja. Dus ik denk in dat, kijk eens, als ze mij nou wat aandoen, ja, nou, dan hindert het niks. Ik ben oude kerel, ik ga toch binnenkort dood. Maar ik ben 30, 40 jaar. Ja. Dan begin je er niet zo gauw aan. Nee. Ik ken bijvoorbeeld een ontzettend aardige vent, een collega van me, een jonge vent. En die voelde voor al deze dingen die bij me komen. We hebben een hele morgen zitten praten. En die heeft geprobeerd hier ook aan te beginnen. En op een gegeven moment hoorde ik niks meer van hem. Die bleek naar het buitenland te zijn vertrokken, waar het klimaat minder repressief was. En die heeft daar een ploeiende praktijk op. Maar nou zegt deze medische misleiding en deze propaganda en manipulatie en censuur, ik kan het niet anders noemen, ongelooflijk. Dat zegt al heel veel van hoe de omgekeerde wereld die doordraait eigenlijk teruggedraaid moet worden, hoe de situatie in elkaar zit. Maar zijn er wel veel artsen die het zouden willen proberen als het klimaat anders lag? Ben ik van overtuigd. Kijk, ja. Ten eerste ben ik ervan overtuigd dat alle artsen, tenminste alle artsen die ik ken, dat zijn er nogal wat, mm-hmm, of ze nou zeer orthodox zijn of voor andere dingen openstaan of wat dan ook, al deze mensen, ook de specialisten, de ziekenhuizen, mm-hmm, zijn allemaal te goede trouw. Ze hebben de intentie om te genezen. Ja. Precies. Absoluut. Ze werken allemaal even hard. Ja. Wij zijn wel natuurlijk erg gehoorzaam opgeleid in onze opleiding. Hè. Je moest geloven wat de professor zei, je moest geloven wat in je artikelen stond. Hè. Artsen zijn gehoorzame, gedweeën mensen over het algemeen wat dat betreft. Mm-hmm. Maar ze bedoelen het allemaal erg goed. Ze werken allemaal heel hard voor hun patiënten. Ik ga van geen enkele collega zeggen, hè, wat doe jij daar, dat is slecht. Nee, helemaal niet. Ze zijn misleid. Ja, absoluut. Maar sommigen zijn rebels en breken door die misleiding heen. En anderen die leggen het hoofd in de schoot en doen dat niet. Maar ik ben ervan overtuigd dat als het klimaat zou veranderen, dat dan een hele hoop van deze artsen toch ook andere dingen proberen. En dat doen ze ook al. Ja. Er zijn een hele hoop artsen die zo stiekem eens eventjes wat homeopathie geven of het even wat anders doen. Ik heb in verschillende artsengroepen gezeten en je hoort dan ook altijd van buitenaf,
ik heb dan ook weer een collega uit België en die zegt dan, ja, er is onder de jongere artsen wel degelijk belangstelling, maar stel je voor als ik ermee begin, wat gebeurt er dan? Ja. Ze zijn geïntimideerd. Mm-hmm. Ja, en dan moet je ergens beginnen. En ik heb dat, vertel dan wel eens dat verhaaltje van die twee kleine Joodse jongetjes die tegenover het Vaticaan op de stoep zaten en die zagen zo'n groot concilie beginnen. Ja. En er komt een enorme Amerikaanse slee en daar stapt een bisschop uit in vol ornaat. En weer een Amerikaanse slee, daar stapt de kardinaal uit. Enfin, 60 van die grote auto's, ben allemaal van die hoogwaardigheidsbekleders van de kerk, waarop dat ene Joodse jongetje... Ik dacht bijna dat u zei geloofwaardigheidsbekleders, maar dat wordt het wel uiteindelijk. Maar gaat u verder. Ja. In ieder geval dat ene Joodse jongetje zegt tegen dat andere, wat een zaak als je bedenkt dat ze met één ezeltje begonnen zijn. Nou, en ik vind dat wij dat moeten doen. Ik vind dat je moet zeggen, oké, als niemand meedoet, dan begin ik. Hè? Ja. En dan zal ik wel zien wat er van komt, want ik sta aan de goede kant. Ja. Ja? En ik ben ook helemaal niet zo dat ik zeg, ja, die reguliere geneeskunde deugt niks, want we hebben fantastische resultaten. Okay. We geweldig met wat we met de operatietechniek doen, onze diagnostiek. Nou, vroeger moest je een hele buik opensnijden, tegenwoordig kijk je door een knoopsgat of zelfs niet en dan weet je wat die mensen hebben. Fantastisch wat wij kunnen. Er zijn een aantal geneesmiddelen die de mensen weer doen leven. Mijn eigen zoon is reumatoloog. Nou, als je ziet welke volkomen verstijfde mensen die weer uit rolstoelen op laat staan met wat gemene middelen, dat geef ik meteen toe, maar ze lopen en ze voelen zich veel beter. En je kan daar een hele hoop aan doen. Niets van kwaads gezegd van welke specialist dan ook, dat hoort er allemaal bij, maar het is maar de helft. Precies, zolang het maar veilig, effectief en heilzaam is, of er niks anders meer precies is als oplossing. Ja. Ik heb eens, heel grappig was dat, ben gevraagd, dat was zeker 30 jaar geleden, 40 jaar geleden, voor de Utrechtse medische studenten. En de medische studenten die wilden weten over die gekke controverse die bestond tussen wat toen alternatieve geneeswijze werd genoemd en de reguliere geneeswijze. En aan de kant, dat was Paul van Dijk, die dat boek heeft geschreven, Geneeswijze in Nederland, die zat in het midden. En ik zat naast Paul van Dijk, daarnaast zat mijn vriend Bob Hornstra, de homeopaat. Ik was dan meer een manetje van alles, want ik heb niet een bepaald... Ik heb gewoon van alles verzameld in mijn leven. Dan aan de andere kant zat professor Polak van de huisartsgeneeskunde. Zeer orthodox man. daarnaast nog een hele orthodoxe man die ik een beetje vergeten ben. Daar heb ik niet zoveel gezegd. Ja. En die Utrechtse studenten die vroegen ons van allerlei. En ik gaf op onze manier antwoord. Dat professor Polak en die anderen gaven op hun manier antwoord. En na een uur of twee stond een van die studenten op en zei, ik snap er niks van. Ik snap er niks van. Dokter Bonenburg en dokter Hornstra die vertellen verhalen dat ze met alternatieve manieren allerlei patiënten kunnen helpen. En professor Polak en die andere keel, die ontkennen dat en zeggen, nee, je moet het op onze manier doen. Hè? En hoe zit dat nou? Hè? Dat vond ik een hele zinnige vraag. Mm-hmm. En toen zei professor Polak, ik lees 5 medische tijdschriften, daar staat het niet in. En toen kreeg ik een beetje de pest en ik zeg, ik lees 5 medische tijdschriften, daar staat het wel in. Ja, wel eens niet, is echt gepolariseerd. Ja. En dat vond ik het leuke van Polak, die moest lachen. Ja. Die was verder heel vriendelijk en toen is het een leuke discussie geworden. Ja. En toen heb ik gezegd, jongens, waar wij mee te maken hebben is een trein, de medische trein, en die dendert vooruit. Hè? En die dendert op 2 races vooruit, maar er zijn geen dwarsliggers. En wij moeten dwarsliggers hebben. En ik heb altijd geprobeerd om die brug te slaan tussen die twee, allebei goedwillende en allebei mooie resultaten haalde wijze van genezen. Ja. Maar als je deze twee combineert, mensen, kinderen, wat zou je de patiënten op goed kunnen doen? Maar als we de bereidwilligheid hebben om een zuivere, effectieve, veilige en heilzame geneeskunde te willen. Ja, precies. Dat is een beetje het probleem tussen de belangen en de onderzoeksfraude, de corruptie. Die vindt niet altijd plaats, maar als die plaatsvindt, is dat misschien wel de echte besmetting die we in deze tijden hebben die onze gezondheid bedreigt. Wat zei u daar nou? Vindt die niet altijd plaats? Nou, in ieder geval zeer frequent. Ik wil het nog een beetje open houden.
Maar inderdaad, het zou inderdaad samen moeten gaan. Ja. Maar goed, nou zijn er veel artsen die dit misschien wil proberen en die heel voorzichtig dingen ernaast doen. Vanuit de overheid hoeven we niet, het moet echt bottom-up gebeuren. Vanuit de overheid, daar zit zoveel belangenverstrengeling en zelfs soms corruptie en omkoopschandalen. We zien het overal in de farmaceutische industrie en in de voedingsindustrie. En zoals je weet, u heeft een voorwoord geschreven voor mijn boek De Zoete Wraak over aspartame in die industrie. Waar ik van geschrokken ben en wat ik nu ook echt aangetoond heb, wat u waarschijnlijk wel kunt bevestigen, is dat eigenlijk geen enkel medicijn of farmacijn, zoals deze Reuven het mooi noemt, of vaccinatie of ander chemisch gif aantoonbaar, wetenschappelijk bewezen, veilig en effectief genoemd kan worden. Want allereerst gebruikt men een dubbele standaard als het om dierproeven gaat. Als je het aantoont voor homeopathie of voor wat dan ook voor natuur, dan is het niet goed genoeg en niet extrapoleerbaar naar de menselijke situatie. Maar voor een chemisch gif is het heel goed inzetbaar en bewijsbaar. Vervolgens, de toxicologische risicoanalyses zijn eigenlijk helemaal niet zo betrouwbaar. En dan hebben we volgens nog de onbewezen synergistische en cumulatieve effecten met A tot Z van chemische stoffen, A tot Z van vaccins, A tot Z van medicijn. Het is niet te doen qua tijd, het is niet te doen qua geld. En men heeft helemaal de wil niet vanuit de reguliere kant om het te bewijzen. Want dan ziet men dat inderdaad aspartaam plus kwik 7 keer zo erg is. Ja, ja, plus ja, ja. MSG, dan wordt het 35 keer zo erg. Ja. Dus dan te bedenken als ze een broodje halen bij de Shell, waar je helemaal niet moet tanken, dat er misschien wel 7-1-nummers in zitten en dat je misschien nog kwik in je tanden hebt. Ja. Dat is ongelooflijk. Dus ik kwam tot de conclusie, lieve mensen, we kunnen helemaal niet zeggen dat alle medische ingrepen misschien, maar zeker niet de medicijnen, de vaccins, de stoffen, veilig en effectief zijn bewezen. En dat vond ik schrikwekkend. Nou kijk, wij hebben allemaal als artsen op ons bureau zo'n groot boek liggen. En dat is het vadimekum der verpakte geneesmiddelen. En dan sla je willekeurig welk geneesmiddel op. En dan staat er de naam van het geneesmiddel. Ten eerste de chemische naam. En dan daaronder staat de firma, die dan een eigen naam heeft gemaakt. En daaronder vind je dan korte beschrijving van het middel, wat het in het lichaam doet. En daar staat dan dus één woord, werking. Ja. Dus bijvoorbeeld pijnstilling. Of slaapverwekking. Of tranquilizer. Eén woord. Huh? En dan gaat het nog even door, dan staat er bijwerking. Daar heb je 10 vadermakers voor nodig. En dan denk ik, bijwerkingen, zakken. Dit zijn geen bijwerkingen, dit zijn werkingen. Ja. Maar de enige van die 13 werkingen die wij jullie willen hebben, die noemen jullie de werking. En de rest heet bijwerking, maar dat is gewoon een gesjoemel met woorden. En ook daar is een dubbele standaard. Wij zitten met een farmaceutische schat aan geneesmiddelen, waarvan ik zelf in de huispraktijk heel wat gebruikt heb. Bijvoorbeeld buscopan bij een koliekaanval. Fantastisch. Morfine bij heftige pijn. Fantastisch. We kunnen al die middelen moesten we gebruiken. Maar je moet je wel degelijk van bewust zijn dat je met iets giftigs bezig bent. Ja. En inderdaad, wat u daar zegt, de synergie. Je ziet soms patiënten van met 10 verschillende middelen uit de ziekenhuizen terugkomen. En denk ik, mensen, hoe is het mogelijk dat je nog leeft? Ja. Bij wijze van spreken. Ja. En als je. Ik vind de hele chemotherapie bij kanker. Chemotherapie werkt goed bij leukemieën. En werkt goed bij non-Hodgkin en bij Hodgkin. Maar ze passen op allerlei kankers toe. En er zijn statistieken, als je die bekijkt, dan voegen ze niet één dag aan het leven toe. Mm-hmm. Ja, en dan denk ik bij mezelf, we moeten niet van die middelen afstappen, want we hebben gewoon proefondervindelijk bewezen dat een aantal van de chemische medicijnen dat we die nodig hebben in de dag-en-dagpraktijk. Mm-hmm. Maar we zouden wel eerlijker moeten zijn over het feit van, als er ooit een middel is wat hetzelfde doet, maar dan zonder gif, dan graag. Ja. Of met minder bijwerkingen. Ja, precies. Ja. Precies. Ja, dus of net zo giftig, maar uiteindelijk in praktische zin niet meer giftig, omdat we het zo verdunnen en schudden dat het uiteindelijk een hormesispraktijk wordt. Dus daarom. Een soort homeopathie van de farmacologie, zullen daarom. We zeggen. Daarom. En het genoeg prikkeling is voor het zelfgeneesvermogen. Er is namelijk u kent die
die Darwinistische uitspraak dat onze wereld berust onder andere, het leven berust onder andere op de overleving van de fitste, de survival of the fittest. Ja. En er is een Amerikaan geweest die heeft gezegd, we hebben met onze medische wetenschap tegenwoordig ervoor gezorgd dat wij een maatschappij hebben gemaakt van de survival of the sickest. Ja. Dus overleven van de ziekste. Want je ziet een eindeloos aantal mensen die alleen maar zich voort kan bewegen doordat ze een eindeloze hoeveelheid pillen blijven slikken. Dat is natuurlijk geen gezonde maatschappij. Van symptoomverplaatsing naar symptoomverplaatsing. Ja. Wij zijn meesters in de verschuifkunde. Ja. 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 Ik vind het wel interessant, u zegt, en ik denk dat we daar even bij laten, Survival of the Fittest, in het boek waar u het voorwoord geschreven heeft, heb ik het woord fit, misschien kunt u nog herinneren, ja. Maar dan met een spelfoutje, fit met een V, verantwoordelijkheid, integriteit en transparantie. Ja, dat is leuk. Dus misschien moeten we inderdaad wel terug naar Survival of the Fittest, maar dan met een V. Ja, maar dat vind ik voor me leuk. Leuk. Ja. Ik wil u danken, de heer Molenburg. Optimale dwarsligger, u noemde net het woord dwarsligger. Ik ben blij dat u nog steeds dwars ligt en met ons dit allemaal mede willen delen. En het nieuwe boek komt binnenkort uit. En wat is het titel? Op 14 november komt mijn boek uit. Hoe houden we onze kinderen gezond? Ja. Waarin ik eigenlijk inga op de moeilijkheden die al beginnen van voor de conceptie. Omdat ouders zelf ook al allerlei entingen hebben gehad, zelf ook vol met gif zitten. Dus ik begin net met te zeggen, ouders, maak jezelf schoon voor je met de kind begint. En dan laat ik zien hoe anders de omgeving geworden is voor zwangere moeders. Bijvoorbeeld een heel eenvoudig voorbeeld. Een moeder is zwanger en zit met een laptop op schoot te tikken. Ja. En dat feutje wat er niet tegen kan, die wordt maximaal bestraald. En die kan bijvoorbeeld in de eigen geslachtsorganen moeilijkheden krijgen. Dan ga ik in op de geboorte. Hoe de geboorte tegenwoordig ook steeds meer in plaats van een normale gebeurtenis een soort ziekte is geworden. Ja, u heeft hier natuurlijk alle natuurlijke zwangerschappen meegemaakt. Ja, nou en of. Ja, zeker. Zoals het hoort. Ja. En dan heb ik dus het grote verhaal verteld over de verschillen van toen ik jong was en nu. En dan ook de nadruk heb ik erop gelegd van wat kan je eraan doen. Want daar gaat het natuurlijk om. Absoluut. En gelukkig, anders had ik het boek niet geschreven. Ja, absoluut. Maar ik heb zoveel kinderen beter zien worden. Dat was ongelooflijk leuk als je iemand ziet die in het begin van zijn leven staat. En die van een soort bent, ja, jengelend, bleek, wat onvriendelijk kind verandert in een stralend kind met blozende wangen. Dan denk ik elke keer, wat heerlijk dat ik het doen mag. Ja, ja dat wou het voor doen. Nou, ja. Dankjewel voor deze prachtige boodschappen en informatie. En voor de kijkers thuis, dankjewel voor het kijken. Waaronder nu af. Ik ben John Kontsmulder voor Healing Sound Movement Televisie. Ga naar healingsoundmovement.com. Neem ook een kijkje op worldpeacechild.com. En graag tot een volgende keer. Dankjewel. Goed. Television.